Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier weer Thomas opent met weer een nieuw Mystery Beer. Mystery Beer, dankzij René, stuurde een hele gave biermail. Gek genoeg, helemaal niet gek, maar dat vond ik wel heel gaaf. Met eens een keer meer non-Mystery Beers. Dus bieren waarvan hij dacht, joh, ik wil dat Thomas die eens reviewt, om verschillende redenen. Echt heel gaaf, dat vind ik altijd tof, maar ook 3 Mystery Beers. Waarvan ik al 1 gedaan heb, die hebben jullie een paar weken geleden kunnen zien. Holy shit. Het ging om een blik. Ik zal niks spoileren voor degenen die nog nieuw zijn bij het kanaal. Maar nee, dat was dus inderdaad het eerste Mystery Beer. We hebben nu de tweede. De andere twee waren flessen. 33 cl'tjes. Tenminste, zo zag het eruit. Mystery Beers zijn wanneer jullie mij bieren sturen. En ik moet naar aanleiding van geur, kleur, smaak, dergelijke te proberen. Proberen te achterhalen wat voor bier het is. Dus ja, ik kan wel heel veel lopen kletsen. Laten we het gewoon uitschenken en zien wat het doet. De plakband zit er goed omheen. Dat is alleen maar positief. Het is het eerste bier van een review sessie. En ik heb altijd zoiets van, gaat het weer een dikke stout of barley wine zijn? Of iets lichters? Oh, goddammit. Ja. Nou ja, goed, het ziet er donker uit, maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat het natuurlijk een heel zwaar alcoholisch bier is. Maar je merkt vaak wel, als het eerste bier van zo'n review sessie meteen een heftige, zware barrel-aged stout of zo is, ja, dan moet je wel even iets tussendoor hebben, een beetje water, een slok koffie, weet ik veel wat dan ook, om even alles weer te neutraliseren. Hij schonk heel donkerbruin in het glas. Ik wil meer zeggen dat we het hier hebben over een hele donkere barley wine of quadruple. Ik heb niet het idee dat we het over een stout of iets dergelijks hebben. Ook als je kijkt naar de kleur en gewoon hoe de schuimkraag schuimig is. Schuimkraag schuimig is? Jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Het gekke is, ik zit te denken aan een quad. Misschien zelfs een dubbel. Ik weet niet waarom, maar een donkere dubbel. Iets tijdens het uitschenken gaf mij op een of andere manier die vibe. Ook als ik kijk naar die schuimkraag. We gaan eens even kijken wat hij doet in de neus. Er zit iets in die neus dat heel bekend voorkomt. Absoluut moutig, granig. Doet me denken aan anijszaad. Anijszaad, droppig, zoethout. Anijszaad, zoethout. Die kant gaat het voor mij heel erg op. Anijs, zoethout en er is nog een specerij, dat maar op een of andere manier waar ik even niet op kan komen. Kom er even niet op. Ik ruik dennen. Ik ruik ontzettend veel dennen op een of andere manier. En dan echt dennennaalden. Ja, dit is ontzettend Christmassy. Dit is echt ontzettend kerst. Dit, alle geuren die hierin zitten, Christmas. En vermoedelijk als basis een quad. Ik heb het vermoeden dat we het hebben over een quad of een Belgian Strong Dark Ale. Iets in die trend. Op het moment kom ik niet echt dat dennen en zoethout en wat ik zei, anijs, misschien karwijzaad, jeneverbes. Die kant gaat het allemaal voor mij op. Ik vind hem wel lekker ruiken. Ontzettend kruidig dus. Het komt voor mij nu echt over als een Belgian Strong Ale. Strong Dark Ale Quad. Met al die toevoegen, al die kruiden, besjes spul wat ik net allemaal noemde. Zo komt hij op het moment bij mij heel erg over. En het zal me niks verbazen als deze wel eens richting of zelfs iets boven de 12% uitkomt. En ik ruik nog iets in de verte. Ik kan het niet plaatsen. En ik heb het idee dat het misschien zelfs infused is met iets. Ik krijg niet echt daadwerkelijk, gin infused? Gin infused? We gaan eens even een slok nemen. René, hartstikke bedankt jongen. En proost. Ontzettend droppig. Echt ontzettend droppig. Dit is Belgian. Belgian Strong Dark Ale. Dat verhaal wat ik net zei. Alles wat ik eigenlijk in de neus noemde, komt in de smaak gewoon absoluut terug. Dat kandijsuiker verhaal van zo'n quad-achtig
Belgian Strong Dark Ale ding komt ook mooi naar voren. Absoluut moutig-granig. Dit moet echt wel... Ik zeg 11,5%. Ik hou hem op 11,5%. Ja, de rest van die geuren, jongens. Ik denk niet dat het barrel aged is. Ik denk echt dat het is infused of gebrouwen met... dit is een Christmas ale. Dit is iemands Christmas ale. Dit is een Belgian Christmas ale van... Gouden Carolus? Saint-Fumin niet. Behoorlijk effervescent koolzuur is hoog. Ze vliegt heel snel in de mond. Ik heb niet het idee dat ik echt een vloeistof doorslik, als je snapt wat ik bedoel. Een mooi bittertje in de finish. En dan komt inderdaad dat kruidige bittere komt naar voren. Ook weer dat anijs, karwijzaadachtig ding. Iets van sinaasappelschil. Behoorlijk complex bier dit. En ik krijg ook een beetje weer dat jeneverbest dingetje. Maakt Poyala niet iets met al deze dingen die ik er net in noemde? Heeft Poyala niet zo'n soort bier? Iets van een Christmas banger. Ik heb namelijk een donkerbruin vermoeden dat het niet van België. Ja. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het niet van Belgische afkomst is. Dat het wel in die stijl is, maar niet door een Belgische brouwer. Door iets uit, weet je, dat voormalig Oostblok gedeelte. Ik vind hem wel lekker trouwens, moet ik zeggen. Alleen het enige wat ik vind, dat koolzuur is ook behoorlijk hoog. Het mooiste aan dat ik deze als eerste nu heb van een review sessie, is dat ik straks het bier even volledig uitschenk. Zet ik hem even aan de kant. Ik doe vaak even iets eroverheen. Ik heb een paar bierfiltjes of zo. Dan doe ik de rest en dan kan ik de rest van de middag, jullie weten hoe dat werkt, vaker uitleggen. Drink ik er langzaam op. En dan kan deze naar verderop verschuiven. Dat ook hopelijk een beetje van dat koolzuur wat vervliegt. Ik noem veel te veel nu op, want er zitten er waarschijnlijk minder dingen in. Ik ga op een of andere manier, weet niet waarom, voor Poyala. Maar dan is het straks wel een Belgische classic. Maar het is iemands, ik zeg hem achterop Poyala, 11,5% sterke quad Belgian Strong Dark Ale. Belgian Strong Dark Ale. Gebrouwen met dennenaalden, karwei, anijszaad, misschien zelfs jeneverbes, zoethout en sinaasappelschil. Daar hou ik het op. Ik ben echt ontzettend benieuwd wat dit gaat worden. Ik vind hem lekker, René. Ik vind hem lekker. Het valt mij echt in de stijl. Zelfs als dit niet iemands, als ik helemaal er volledig naast zit, is dit hoe dan ook echt een kerstbier. Dit is echt een Christmas ale. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Dat is zulke gaaf bier. Oké, ik zie een logo rond de nek dat ik al niet herken. Hè? Oké, het is Nederlands. Het is Nederlands. Oh, dit verklaart zoveel. Dit verklaart zoveel. Het is Brouwerij Bliksems Winter Sabbath. Een quadruple van, ik zei 11,5% toch? 11%. Oké. Absint, het is dus water, gerstemout, haver, hop, ahornsiroop haal ik er niet echt uit. Maar misschien dat zoetje, dat kandijzuikerszoetje waar ik het over had. Vanille ook niet. Absint, hij is gebrouwen met absint. En absint heeft heel veel van die smaken die ik net noem. Nou ja, niet heel veel, maar die impressie ervan. En zeker dat anijsachtige is echt iets van absint. En zelfs het, kijk, dat hebben ze er zelfs in verwerkt. Ik hoop dat ik het jullie goed kan laten zien. Dat is dat elfje dingetje dat met absint geassocieerd wordt. Gaaf. Ons winterbier om de duistere maanden van het jaar door te komen. Net als onze Black Sabbath, maar dan met een extra dosis natuurgeweld. Degustatie heeft 12 tot 14 graden, dat is ongeveer goed. Sabbath Bloody Sabbath van Black Sabbath als music tip. 11% in alcohol. Gaaf. Ik zat er in principe heel ver naast, maar ik zat er ook relatief in de buurt, want ik zei, die smaakassociatie met die dingen, tenminste persoonlijk, maar dat is persoonlijk, maar ik zat er eigenlijk ook heel ver naast hoor. Dat geef ik ook echt toe. Maar ik vind het een leuk bier joh, ik vind het echt een leuk bier. Ik heb hem al twee keer langs zien komen, online en dingen, en dat ik dacht, dit lijkt me nog wel een gaaf bier.
Ja, nou. Ik snap het ahornsiroop wel. Ik vind het niet echt ahornsiroop overkomen. Dat is alleen maar goed ook. Want dat vind ik in een bier zoals dit zou het jammer zijn. Dan zou het machtig zijn, maar dat extra zoetje ervan. Gaaf bier, nee. Echt tof, man. Dank je wel. Hier ga ik de rest van de middag lekker van genieten. Sweet stuff. Als in een zoetje, maar ook sweet. Love it. Bedankt, René. Heel gaaf. René stuurt altijd toffe bieren. Thanks, dude. Dat was het voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingsbox links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Laat het comments achter, zeker als je dit bier gehad hebt. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.